Sushi. Ja, smullen met Wim. We zijn er weer. We gaan weer hele gekke dingen meemaken, hele leuke dingen. Hollandse nieuwe. We komen ook wat Hollandse oude tegen die een hond geïmporteerd hebben uit Spanje, Cadiz. Ik weet niet wat er allemaal meer, maar in ieder geval leuk. Er is nog een meisjejaar, we komen nog een baas van het Kindpaleis tegen. In ieder geval een reden des te meer om eventjes goed de ogen open te houden. En ook hiermee. Want wat is er nou een heel aan de hand? Een hele zoveel aan de hand. Ik moet even mijn telefoon opstarten. Vanwege het feit dat hier dus op dit moment in Heerlen door de gemeente een actie wordt genomen. Kijk je in het Romeinse verleden. Nou, je drukt gewoon op je QR-code, als ik dat goed zeg. Je doet hem even scannen. En kijk in het Romeinse verleden. Een kijkvenster naar het verleden en het heden van Heerlen. Alle vitrinekastjes hier, die staan deze dingen. En je kunt zelf even lezen wat er allemaal gebeuren gaat. Ik ben daar niet erg handig in, maar dat is me toch gelukt. Maar in ieder geval, smullen met Wim. Here we go! Ja, ik ben even van tafel geschoven bij de man die het altijd gezellig maakt. Met name voor ouderen, daar val ik dus ook onder die categorie, maar ook voor de jeugd. De koning van de kinzaal, Wiel Jansen. Willy. Goedemorgen. Wie is er met de jong? Goed jong. Ja? Ja, goede vooruitzichten. Goede vooruitzichten, vertel. Vanaf zaterdag mogen we weer de volle ronde skinnen, 18 ronde skinnen. Tot van 7:30 tot 10:45, wat op dit moment jammer genoeg nog niet is. Ja. Maar dadelijk wel weer. De mensen verheugen zich, de mensen zijn weer blij dat ze uit kunnen, dat ze weer gezellig een avondje kunnen kinnen. Al met al, leuk. En ze zijn blij dat ze dicht was. Dat zeg jij. Ja. Wiel, maar voor de rest, de corona had erin gehakken, jong. Ja, ja. Ja, hoe lang ben je toe geweest? Niet alleen bij ons, bij iedereen. Ja, vanaf december weer, tot en met 5 juni, zijn we weer beperkt open gegaan. We hebben weer open gemaakt voor de mensen. Die absoluut die alleen zijn, die absoluut wilden kienen. En dan moesten we 9:45 moesten we weer stoppen. Dus we hebben tien uur moet iedereen naar buiten. Ja, moet iedereen dinges. Ja, en dat is jammer. En ja, voor die korte tijd is het dan toch voor veel mensen was het die moeten duur. Met de taxi komen natuurlijk sommigen. Slechter benen. Ja. En Willem, maar die 1,5 meter kun je bij jou goed in acht nemen. Ja, dat is prima. Ja, daar hebben we plaats genoeg. Ja, maar je had zelf een aparte rokersruimte. Hè? Ja, maar goed, dat mag sinds 1 april vorig jaar al niet meer. Rokersruimte mag nee, niet meer? Nee, de mensen, we hebben buiten een mooie tent staan en dan kunnen de mensen buiten het sigaretje roken. Zeker staan. Ja, als je als kloon optreedt wel. Tuurlijk. Nee, ja. Maar ja goed, ik weet bij jou achter in de tuin, er zijn veel optredens geweest vroeger in de tijd van Casino Landgraaf. Ja. Ik kan me nog één herinneren met Jos Salentijn. Ja. Ja, we noemen hem altijd Jos Valentijn, want hebben ze Valentijnsdag naar genoemd. En die stond in het oude zwembad. Op de springplank. Op de bovenaan. Springplank te zingen. Ja. En ik zal ook niet vergeten, al die artiesten wat erop traden. Ja, alle Nederlandse Duitse artiesten zijn daar geweest. Ja. Duitse artiesten, Lena Valaitis, Rex Gildo, noem maar op. Dave, die kwam uit Parijs met een Jaguar. Demis Roussas. Gloria Gaynor. Alles is daar. Ja. De Tramps. Ja, 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 dat is leuk. Ja. Maar goed, nu zijn we al 25 jaar aan het kienen. Ja. Wat ook geweldig is. Dan heb je geen artiesten meer. Nee, nee. Jan Jansen. De enigste artiest wat af en toe is komt bij jij, Wim. Nee, maar dat is fijn voor de mensen. Die hebben wat te doen. Ze komen onder de mensen. Ja, het kienen begint om 7:30. En wij zijn om 5:00. Gaat de deur al open. En dan staan de mensen al te wachten. Ja, die zitten de kaarten bij jou. De kaarten te breien, te vertellen. Ja. Ja, je moet je voorstellen. Niet de libel te lezen. Ik kijk niet welke blaadjes dat het zijn, maar ze lezen wel, ja. Ja, ja. Nou, laten we hopen dat het vanaf zaterdag weer volle bak naar boven gaat. Als je een omroeper nodig hebt, je zit vast, bel me op, ik kom. Doe me, Wim. Ja? Rammelen met de buul. Langs. Is er iemand jarig? Ja, zeg. Is zij jarig? Ik ben jarig. Hoe oud ben je geworden? 14. 14? Moet je nog 2 jaar wachten op het scooterexamen? Ja. En nou dan? Ja, dat is pak. Hey, moet je wel even voor haar zingen, hè? Ja, even zingen, Leven lang zal ze... Hallo, zing eens mee. Lang zal ze leven in de glorie. Jong, duw je niet zo vol met eten, zing eens voor het meisje. Oude Star Wars artiest. Ja, op. Bij opsporing verzorgd. Even zwaaien, hoi. Niet geïnteresseerd in Oranje.
Bietje. Bietje? Bietje. Wat vind je ervan? Ja, ze is niet zo best helemaal op het moment. Hè. Moet hem afwachten, want ik weet het niet. Ja, ja. Lassen. Maar heeft ze wel een beetje vertrouwen erin? Een beetje wel, ja. Maar dus nemen ze in het oranje rondlopen? Weinig. Er zijn nog wel 2 weken zeugen naar het oranje. Ik heb ze gevangen, maar dat waren bezorgers van thuisbezorgd.nl. Maar de rest, nemen ze. Ik heb 2 oranje en vermiddelingjes voor de venster staan, is dat ook goed? Is ook goed. Dan komen we dan nog kijken. Adieu. Hoi. Is een mooie. Is een gered hondje uit Spanje. Ja. Nou, dan moet ik één ding vertellen, dan zit er goed bezig. Ik kan er Spaans met hem. Nee, versteed al plat. Versteed al plat? Ja. Dat is een slimme hond dan. Ja. Jong, wie geeft het met je? Alles goed? Ja. Wie hebben dat gedaan dan? Via een stichting? Of? Via een stichting voor huisdieren. Die zit op internet en die vangen honden en katten op uit Spanje. En hier kunnen uit de omgeving van Cadiz. Aha. En die werden dan door medisch gecheckt. Ze kregen een paspoortje, ze werden gechipt. En dan komen ze voor naar Nederland. En dan moet ze eerst een donatie doen op de site van 25 euro. En dan kreeg ze toegang tot alle dieren wat werden aangeboden. Aha. Dus, en moeten die aanvallen dan op Schiphol? Nee. De dieren werden een week. Of die werden dan, wanneer ze in Nederland zijn aangekomen, komen ongeveer 50 dieren per week. En die komen dan in grasgezinnen, daar werden ze opgevangen. En wanneer ze het hondje kreeg toegewezen dan inderdaad, dan geeft ze naar het grasgezin en daar houdt ze hem op. Ik heb zelf ook een hond geadopteerd, uit Gran Canaria. Ja, ja. Maar ik heb een lease moeten invullen, ik dacht dat je kind ging adopteren. Zo kan het ook hoor. Het kan best wel zien dat bepaalde lui, wanneer ze geen ervaring hebben, dat ze ook huisbezoeken kregen om te kijken wie ze met dieren zouden kunnen omgaan. Of in een kooi zo'n boet, of dat ze binnen, of een ketting, en dat mag allemaal niet. Een leuk hondje en een mooie. Een hele leven. Wie oud is er? Wordt het paspoort wat er al gekregen, er wordt Vindhaven, is aan de hand van het gebit, is ingeschat op 6 jaar. Okay. Dus nu zal het ongeveer 8 jaar zijn. Oké, okay. Dus hebben we al 2 jaar? Ja, 2 jaar. Ja. Donnie eentje. Geweldig. Wie heet het? Donnie, ja. Ze hadden in de pashouse Donar geschreven, maar dat vonden we voor een beetje te groot. Dan is het niet van Cadiz, dat is van een supporter van Napels. Ja, zo gaat het. Maradoni. Oké, goed. Huh? Dag jong. Geen de groot hè. Hoi. Was ik op de vrouw aan het wachten? Ja, die komt eraan. Ja, komt die eraan? Heb je de creditcard meegegeven? Ja, helemaal. Dan zal ze nog wel even weg. Als je dat maar goed weet. Jongen, wat vind je van voetballen? Ja, redelijk. Redelijk, ja. We 3 gewonnen hè? 3 gewonnen, maar ja. Maar je ziet niemand in oranje. Nee. Ik weet ook niet hoe dat komt. Het zal nog wel komen. Ja, de volgende ronde zal moeten gaan worden. Hè? Als ze dat halen. Ja, nee, maar dit, ik bedoel... Ja. Als je daar een beetje geluk, maar we kunnen zware tegenstanders treffen. Ja, ik heb vanmorgen gekeken. Zo. Waarschijnlijk wordt het Portugal. Ach, dat maakt niks. Je moet toch van iedereen winnen. Vind ik als je verder bent. Ja, komen. Vind ik. En als die beter zijn ze. Maar dat is een angstgegner voor Nederland. Ja. Daar verliezen we altijd van. Ja. Wie is geen angstgegner voor Nederland? Ja. Ik hoor de vrouw komen. Oh, met grote... Ik wens jullie met z'n drieën een prettige dag. Met grote tassen. Ja, En ik zie Roger van de creditcard komen. Hoi. Meneer, wat is vetkoek? Vetkoek is Zuid-Afrikaans. Betekent fatty cakes. En het is net meel soos brood. Ja. Gefraai in vet. Ah. Ja. Waar kom je vandaan? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika? Ja, Zuid-Afrika. Oh. Nelson Mandela. Ja. Desmond Tutu. Ja. Waar zijn ze gebleven? Maar is het echt Zuid-Afrikaans? Ja, het is echt een Zuid-Afrikaanse recept. Ja? Baie populair daar. Ja? Ja. En dan moet ik dat zien als een lekkernij of een hapje voor tussendoor of... Ja. Ja, exactly. Dit is, is melktaart. Ja. Dit is kip sticks. Kip sticks? Wat soos biltong is, soos beef jerky, maar van hoender, kip. En dit is pastei. Ah. En hoe kom je nou hier in Nederland dan verzeild? Door de liefde? Ons blij zo. Ons blij niet te ver van hier af nee. Ah. In een klein dorpje noem Zwier. Weer, ja. Ja, maar hoe ben je uit Zuid-Afrika hier terecht gekomen? Mijn vrouw is van Frans af. Zij is Frankrijk. Van Frankrijk af. So, toen trek ons Europa toe. Want ons het ontmoet in Zuid-Afrika. Toen trek ons in toe. En toen eindig ons op hier zo in hierdie dorpje. Ja.
Hartstikke leuk. Ik wens je veel succes. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. Hè. Ja, ze zijn er weer. Ze zijn er Hollandse Nieuwe. Gezond en lekker. Hoe zijn ze dit jaar, meneer? Super kwaliteit, jongen. Super kwaliteit, 20% ja. Vet. Hartstikke malt. Hartstikke malt. Ja, super mooi. Maar wat is er allemaal aan de hand sinds dat Europees verhaal met dat Engeland weg is? Ik zag nou wel dat de Nooren en de Russen waren de kabeljauw weg aan het vissen. Nou, het is zo dat sinds die Brexit mogen de Nederlandse vissers 25% minder vangen in de Engelse wateren. Aha. En tot op heden hebben we daar weinig last van, maar aan het einde van het jaar zal dat wel wat parten gaan spelen. Dus met andere woorden, de vis wordt duurder. Die kans zit er wel in, ja. 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 Maar de maatjes zijn hetzelfde gebleven? De maatjes zijn hetzelfde gebleven, ja. 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 Gelukkig. Gelukkig. Ja. Ja. Dus, hoeveel mag je nou schoon in een uur tijd? Ja, je bent niet van de belasting, toch? Nee. Nou ja, een stuk of 100, 120, 150 echt kan ik er wel doen als het echt druk is. En ik zie u kijkt gewoon de andere kant op, maar toch gewoon... Ja, goed. Als je het 40 jaar doet, dan gaat het vanzelf, toch? Ja, dat klopt. Ach ja. Nou ja. Nou, super, succes. Supermooi, hè, toch? Heel mooi. Moet er ook nog uitjes op? Ja, dat moet niet. Zo'n lekker haling is, hoeft dat niet. Nee, dat klopt. Ja, het geeft een apartere smaak, zeggen ze. Dat is zo, ja. En over smaak wel niet te twisten, natuurlijk. Nee. Ja. En dan een glaasje bier erachteraan. Ja, goede harenkenner wil er geen uitje op. Ja. Neemt er een lekker borreltje bij. Ja. En dan we klaar doen ze in Holland. Ook. Ja. Dat wordt weer smullen. Met Wim. Hey! Oranje boven. We worden kampioen. Oranje boven. We worden kampioen. Er is niks meer aan te doen. Als jullie nog eens even Ramona zingen met z'n tweeën. Ik even goeie. Ramona. Kom, nog één keer. Ik ken het niet. Ach, gewoon even Ramona. Goed en riem, kom op. Goed en riem. Nee, het gaat echt niet. Eerlijk niet. Ik ken een heel goed stemmen. Hij is gewoon voor me een van de bekendste artiesten vanuit het Kegelpleis vroeger. Ja. Hij moest altijd Duitse liedjes zingen. Duitse liedjes. Hey, die is failliet verklaard. Die is afgebroken door het Kegelpleis. Ja, als hij had opgetreden was alles gesloten. Ja, maar jongens, hoe gaat het hier? Gaat het goed? Ja jongens. Ik moet zeggen, als Bernard op de markt is, altijd feest, hè? Ja. Heel veel vrouwen en heel veel mensen die naar de ambassade komen. Ja. Oh, nou, dit is onze laatste ambassade in Nederland. Ja. Hij heeft van het stokje heeft hij van mij overgenomen. En ik ben er klaar. Vroeger gaf jij de visums. Ja. En nou de Bernard dan. Hier, dat is goed. Die kan Ramona zingen. Hij kan goed Ramona zingen. Kom hier, zing even Ramona. Ramona zingen. Kom, zing even. Ik hoor net Cyril, de grote reclameman. Klopt. Wat ga je doen, Cyril? Ik ga hier bij de beste kledingzaak van de hele Strictly for Men een hele mooie gouden muur plakken. Een gouden muur? Ja, de gouden muur. Is dat echt goud? De gold wall. Dit is echt goud. Bewarmen een beetje. Doe ik voor jou. Oud goud is geld waard. Dat is helemaal waar. Hey Cyril, maar hoe is het in de reclamebusiness? Gaat het goed? Het gaat lekker. Ja? Je merkt nou toch, die corona is voorbij. Iedereen wil weer vol. Iedereen begint nieuwe weer. Dingen. Kijk, de evenementen beginnen langzaam weer op te starten. De horeca begint weer lekker door te pakken. Het MKB leeft weer. Dus je merkt toch wel van, er is weer een positieve vibe. Wat is nou het gekste opdracht die je de laatste tijd gehad hebt? Een gouden muur plakken voor Strictly for Men, maar die moet nou nog komen. Dus. Okay. Maar dat is wel het allertegekste. En dat is weer de associatie met het goud wat blinkt, het gaat weer blinken. Goed zo. Dus dat is... Nou, als het klaar is, komen we kijken. Top, leuk. Groetjes. Cyril, succes. Hoi. Hoi. Hier komen een man op een wielrenfiets tegen. En? Wat vind je van het Nederlands elftal? Tot nu toe? Ja. Ja, niet overtuigend, maar... Ja, ze winnen, hè. Ze winnen. En dat is het belangrijkste, maar toch? Maar ze krijgen ook wel makkelijk golen tegen. Vind ik ook, ja. Terwijl ze eigenlijk achterin, vind ik, toch een paar klassespelers hebben staan. Ik denk dat ze de beste achterin hebben staan. Ja, maar wat ik jammer vind, dat ze het middenveld niet een diepgaande, echte diepgaande buiten Wijnaldum, een creatieve speler erbij hebben. Zoals, die Gravenberg. Die zag liever spelen als Roon.
Jij niet? Ik wel, ik ja. wel. Of niet dan? Ja. Huh? Zo'n type speler als jij vroeger was. Ik was een goeie. Ja. Ik heb ze goal gemaakt, 2 uur na de wedstrijd, stonden de mensen nog te applaudisseren. Ja, dat weet ik. Die staan er ook nog. Fijn, hou je goed hè, jongen. Hou je goed hè, jongen. Ja. Oh ja. Nederlands elftal. Nederlands elftal. Kampioen. We worden kampioen.